Van der Vecht, de verloofde van Rob Peters. We willen nu vanavond twee dingen laten zien. Ten eerste een hobby van Rob en ten tweede het plantsoen in Kampen. Hier ziet u dan de installatie van Rob. Zoals u ziet, een heel groot geval. Hij heeft er in totaal zo'n 6 jaar over gedaan. En er zit van alles in, zoals u ziet. Onder andere 2 bandrecorders. Oh nee, dat zeg ik verkeerd. 1 bandrecorder. Dat is links. Verder zijn er 2 pick-ups. Met een mengpaneel uiteraard. Waarop de bandrecorder en de pick-ups geregeld kunnen worden. Verder ziet u een radio staan. Die is er ook op aangesloten. En dit alles gaat, geloof ik, over een versterker. Deze ziet u onderin, hier voor u. Dan stel ik u nu voor aan Rob Peters. Ja, oké, okay. En dit is dan Rob Peters, hè? Zoals u al kunt zien. Ja, eventjes wat vertellen van de apparatuur. Zoals Dini dus al gezegd heeft, er zat een versterker in, 2 pick-ups, een bandrecorder, een mengpaneel, een radio, 2 lichtorgels en een cassette recorder. De kosten van de apparatuur ongeveer circa 6000 gulden. Voor de rest is er dan grotendeels Philips apparatuur gebruikt en Japans apparatuur. Afijn, vrij kostbare installatie. Rob, wil je er ons nu eens wat meer van vertellen? Ja, oké, iets meer van vertellen, dan zullen we er eventjes wat van laten zien, hè? Goed, zullen we even doen. Zo, en dat was de cassette recorder die u net hoorde. Er stond eventjes een cassette recorder aan. En we gaan u nu eventjes een stukje muziek laten horen van Klaus Wunderlich.